Kees, wat doen we hier? Wij wachten op Arthur Oosterbaan. En intussen schrijf ik een ansichtkaartje aan mijn kleine nichtje dat Tessel heet. Mm-hmm. Genaamd naar Tessel Schade, de dochter van meneer Roemer Visser, zoals je weet, wiens schepen hier op de reden van Tessel zijn vergaan. Hey, maar waarom wachten wij op Arthur Oosterbaan? Dat is de mee. Dat is de grote deskundige. Dat is eigenlijk de Tesseloloog, zou je kunnen zeggen. Die weet alles over de geschiedenis van Tessel. En die gaat ons meenemen, onder andere naar de Hoge Berg, om daar het verhaal over het ontstaan van Tessel te vertellen. Met je koetjes en je weiden. Een helder, fijn bewolkt, temperatuur 11 graden. De strekking Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Tessel en Rottum, zuidwest tot west. Op rekeningen van het KNMI is er zo'n 100 liter regenwater gevallen per vierkante meter. Tot enige tijd zeer zware storm tot orkaankracht. Op verschillende plekken is het knap dreigend. Ik heb geleerd dat de rampenplannen die we zo hebben liggen. Schiphol en de Bilt, zwaar bewolkt. Dat het een hele goede basis is. Gisteren was het heel erg zondag op Tessel. Althans in het piepkleine dorpje Oosterend, dat 3 kerkgenootschappen telt en 1 kerkscheuring en daarom het Jeruzalem van het Noorden genoemd wordt. Kees heeft een oude landkaart van het eiland bij zich. En daarop ligt Oosterend inderdaad in het noorden, aan de kust van een vreemd klein Tessel. Met verderop een ander eilandje. En over de dijk heen, in de 18e eeuw, want dit is een kaart uit de 18e eeuw, was nog water. Dat wil zeggen, een soort schorregebied moet dit geweest zijn. Kwelder, hier staat kleine kwelder, een grote kwelder. En eierland, dat lag ten noorden van Tessel, wat toen in de 18e eeuw alleen nog maar met een dijk vast zat aan Tessel. De oude zeedijk van Oosterend ligt er nog. Oh, dat is heel mooi hier. Een beetje doelloos, midden in het land. Erachter ligt nu een strakke polder. En het noorden ligt wel 10 kilometer verderop. Dit is de oude zeedijk. Dat zie je wel mooi. En daarachter die molen, daar heb je de nieuwste zeedijk. Oh, ja. Na de ramp van 1953 hebben ze overal in heel Nederland de dijken op deltahoogte. Hey, zullen we even naar die molen toe? Hè? Zullen we even naar die molen toe? Met die molen? Ja, gaan we daar. Dat is goed, dan gaan we zo erheen. Er is waarschijnlijk geen landschap ter wereld dat zich zo als een geschiedenisboek laat lezen als het Hollandse. Ja, Lancasterdijk heet die. Misschien in de oorlog een vliegtuig neergestort. Maar dit is de op deltahoogte gebrachte Waddendijk. Oké, we kunnen hier omhoog. Hierachter moet de Waddenzee zijn. Er is vrijwel niets in het landschap dat niet is gemaakt door de mensen die er woonden en nog wonen. Niet alleen de dorpen en de steden, maar ook de rest. En hier, oh, kijk, de Waddenzee. Zo. Zo, hé. Mooi. En hier heb je nog een oude watermolen. Aan elke dijk, polder of kanaal zit een jaartal en een geschiedenis vast. Bijna elke bult of bocht in het land heeft een verhaal te vertellen. En vroeger was deze dijk natuurlijk veel lager en konden ze met die sluizen bij eb op de Waddenzee, want het is nu duidelijk vloed, konden ze het stoppen. Spuien. Zo. Oh, hier staat een heel verklarend verhaal. Over de waterhuishouding bij Molen het Noorden. Zullen we even gaan kijken? Ja. In 1871 kocht het bestuur van het waterschap de 29 gemeenschappelijke polder. Een buitendijks gebied tussen Oud-Tessel, dus dat is Oud-Tessel, daar heb je de oude dijk. En de polder Eierland, en die ligt hierachter. En dit was dus kennelijk een buitendijks gebied. Met het doel dit te bedijken. En heb je, zie je, een drievoudige uitwateringssluis. Heeft die... Oh, hier heb je hem nog achter je op. Kijk eens even. Oh ja. Dat is fantastisch. Dus hij sloeg het hier op. En dan bij eb werden die schuiven omhoog gezet. En dan ging de handel de Waddenzee op. Oké. Okay. Omdat het Hollandse landschap zo kneedbaar is, konden de mensen het zelf vormgeven. Zand, klei en veen zijn gemakkelijk te bewerken. En dat is in de loop der eeuwen dan ook steeds weer gebeurd. Maar ook het altijd aanwezige water zorgde voor veranderingen. Het droeg zand en klei aan, maar het sloeg ook dijken weg en nam land terug.
Dit lijken duinen, maar het is een dijk. Door mensenhanden aangelegd, door de natuur ondergestoven. De verbinding tussen het oude Texel en het vroegere Eierland. En hierachter was allemaal water. Dat hebben ze toen ingepolderd. De hele grote polder Eierland. Dat was landwinst. Maar dat water ging hier nog een beetje in en uit. Want dit stuk was nog allemaal zee. Ja. En toen zijn ze hier ook duinen gaan maken. Om gewoon de zaak helemaal recht te trekken. Van de Texelse duinen naar de Eierlandse duinen. En dat is helemaal gelukt. Behalve hier. Dat gat kregen ze niet goed dicht. En nu komt meneer Jacques P. Thijssen in beeld. En die heeft toen gezegd. Jongens, dat moet je niet dichtmaken, want het is een fantastisch mooi gebied waar de zee in en uit gaat met een heel bijzondere plantengroei. Dus laten we het zo laten. De slufter. En dat hebben ze dus ook nog gedaan. En men zegt dat het begin van Texel als vakantiegebied eigenlijk aan Jacques P. Thijssen te danken is. Menselijke beslissingen en soms dramatische gebeurtenissen hebben hun sporen nagelaten in het land. Dankzij die sporen laat het landschap zich lezen als een boek. En dat gaan we doen. Theo en ik maken een tocht door het leesbare landschap van Holland. Van Texel in het noorden van Noord-Holland tot Tiengemeten in het zuiden van Zuid-Holland. Was je er al? Hij was hier al met een boot eerder gekomen. Maar goed, desalniettemin. Hij is er. De man die onze Texel gaat laten zien en uitleggen. Arthur Oosterbaan werkt bij Ecomare. Het centrum voor de Wadden en de Noordzee op Texel. Arthur wil ons de Hoge Berg laten zien. Een nogal weidse naam voor niet meer dan een bult in het landschap. Daar rechts aan de horizon. Toch is die keileembult 150.000 jaar oud. Het oudste stukje Texel. Dit is een oude plek. 150.000 jaar oud. Een 150.000 jaar oud landschap? Ja. Hebben er ook mensen op gewoond? Ja, altijd? Van heel lang geleden. De oudste bekende, met zekerheid bekende sporen van menselijke bewoning, dat is de rendierjagerstijd. Dat is zo'n 10.000 jaar geleden. Arthur heeft voor Ecomare een animatie laten maken die laat zien hoe sinds de eerste ijstijd land en zee onder invloed van klimaatsveranderingen bezit namen van het gebied waar thans Texel ligt. 150.000 jaar geleden was hier de rand van de gletsjer. Het einde hier. Van de gletsjer? Ja, het einde van de gletsjer. Hij is nog wel verder doorgegaan, hij is doorgeschoven. Maar een gletsjer is ijs. Ja, is ijs. En die voeren dus stenen en zand en klei mee. Voert dat mee. Als een bulldozer. Ja, als een bulldozer. Leg uit. Nou, na de laatste ijstijd, die hield 10.000 jaar geleden op, rukte de zee steeds verder op vanuit het noorden richting zuidoosten. De zeespiegel ging weer stijgen. Ja. En iedere keer was hier veel zand, zandbanken werden gevormd en iedere keer verschoven die weer. Totdat ze dus bij Texel kwamen, ja, daar konden ze niet verder, want hier zat die keileembult en die kalfde niet af. Want ik heb altijd gehoord dat ze dat gebruiken ook om dijken te versterken. Ja, het is ideaal om dijken te maken, want het is heel goed bestand tegen de golven, tegen de zee. Ja. En dat is dus ook de reden, dit is dus het ophangpunt van de Nederlandse kust. Texel is het ophangpunt van de Nederlandse kust. Dus zonder Texel geen Holland. Geen Amsterdam, geen Haarlem, geen Rotterdam. Ja, of in ieder geval, of die plaatsen hadden dan veel verder naar het binnenland gelegen. Ben je Texelaar? Nee, niet van origine. Dit klinkt behoorlijk chauvinistisch namelijk. Ja. Nou, het is gewoon waar. Het is een soort geologische waarheid. En dit, Arthur? Nou, dit is dus de zuidrand van die stuwwal. En in de stuwwal waar ook de Hoge Berg uit. Waar ook de Hoge Berg uit bestaat. En die is dus hier aangesneden door het Marsdiep. Dat dus in de 12e eeuw doorbrak. En toen was hier de kust. Hier was het water. Dus hier tot hiertoe ging het water dan. Dus dit stuk Texel was er niet? Dat bestond er niet. Okay. Nou, toen is er dus hier een duinhaak ontstaan. Ja. Er was dus hier een baai, de Naal, die is helemaal verland en ingepolderd. Vanzelf. Nou, toen is er een nieuwe haak ontstaan, die omsloot de Kuil. En ook de Kuil is dus helemaal verland en ingepolderd. En toen ontstond er weer een nieuwe. En die nieuwe zandhaak omsloot dus de Mok. En die ligt dus hier. En die bestaat nog. Maar waar gaan we nu heen? Naar dit gebied, want hier is dus nog jonge duinvorming in volle glorie te zien. Nou,
hier zie je dus het proces waar eigenlijk heel Holland zijn bestaan aan te danken heeft. Dit gras. Ja. Helmgras is dit, hè? Nee, dit is bistarwegras. Helmgras? Bistarwe. Bistarwegras. Oh. En helm kan hier niet groeien, want die heeft zoet water nodig en hier zit zout water in de grond. Maar deze die kan dat hebben. Ja. En op de plek waar hij groeit, vangt hij het zand. Omdat wanneer het zand stuift, dan komt dat hier doorheen, verliest dus de wind zijn kracht. En het zand valt dus in de omgeving van het plantje neer. Hier heeft Holland zijn bestaan of ontstaan? Ja, zijn ontstaan. Ontstaan aan te danken. Ja. En dat is toch mooi? Ja. Ik hou van Holland, met je bossen en je hei. In een landschap waarin je overal de sporen van menselijk handelen tegenkomt, verlang je naar dat ene stukje natuur dat ongerept is. We varen naar de Razende Bol. Heb je nu eindelijk je zin? Ja. Jij wou op de Razende Bol? Ja, hij raast alleen niet. Dat is jammer natuurlijk. Het zou hier moeten stormen en gieren, zodat het zand verstoof. Want dat gebeurt hier. Daardoor wandelt hij dat ding natuurlijk ook. Maar desalniettemin, het is het enige stukje maagdelijk Hollands landschap dat er bestaat volgens mij. Ergens tussen Texel en Den Helder staan we op zo'n gigantisch stuk zand van 7 kilometer lengte en 4 kilometer breedte. Dus 28 vierkante kilometer. Wat niks. Alleen maar niks is dan zand waar geen mens aan te pas is gekomen. En wat langzamerhand verschuift een beetje richting Texel en dan weer niet. Nou, wat wil je nou nog? Maar helaas. Dan denk je, dit is een maagdelijk stukje Nederlands. En wat blijkt nu? Dat ze van de overkant, van daar van Fort Erfprins af, schieten ze hier, doen ze schietoefeningen. En dan schieten ze dus allemaal munitie hier precies over het zeehondenrustgebied. Wil je het echt terugbrengen? Waarom niet? Ik blijf altijd een beetje een actievoerder. Dat moet wel voorzichtig, want het is onontploft. Terugbrengen zal er niet van komen. We worden elders op de vaste val verwacht. Op naar Wieringen. Op naar Wieringen. Nou, voorlopig naar Den Helder. Sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee. Over enkele minuten meren wij af in de veerhaven van Den Helder. Wij verzoeken automobilisten. Ja, 1924, hier is het. Wieringen eiland af. Wieringen eiland af. En toen was Texel nog het enige eiland wat overbleef in het noorden van Holland. Op naar Wieringen. Dat wou ik zeggen. We moeten naar meneer Lont in Hippolytushof. Oké. Texel en Wieringen zou je tweelingen kunnen noemen. Want ook het voormalige eiland op de grens van de Waddenzee en de Zuiderzee bestaat al sinds de eerste ijstijd. De gletsjers die hun keileem achterlieten op de hoge berg van Texel hebben ook op Wieringen gezorgd voor een glooiend landschap dat hoog boven het water uitsteekt. Nou, op het eiland. Op het eiland. En zie je, het is echt een beetje klifkust. Er zit geen dijk tussen het water en het land. Zie je dat? Ja, maakt dit toch heel bijzonder. Ja, dat is toch wel een mooi plekje. Dat is bijna uniek in Nederland. Geen dijk. Dit moet het oorspronkelijke keileemklif ongeveer zijn. Wieringen is zichtbaar oud. Het landschap en de vergezichten doen meer denken aan Denemarken dan aan Holland. Wel goed uit. Hier dan. Als dit het mag wezen. 46. Marco Lont heeft al zijn kennis voor ons op het erf uitgestald. Oh ja, dit is het model van Wieringen. We zijn dus nu hier. Even kijken. Oh, de hoogte. Ja, we zijn hier ergens. Okay. Zitten vrij hoog dus op Wieringen. Ja. En je ziet ook heel duidelijk dat hier het hoogste punt is, 1,13 meter boven NAP. Ah.
12 jaar geleden keek ik hier vandaan gewoon over het wat. Ja. Ja. Want we zitten hier hoeveel meter boven? Zo'n 3 à 4 meter boven NAP. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus dit is keileem, hè? Ja, nou, we staan nu op dekzand. Ja, gras? Gras, daaronder. Stenen, dekzand. Hè. Ziet dat eruit, keileem? Nou, ik heb moet even wat voor je pakken, keileem. Ja, het is namelijk... Daartoe wordt de beroemde bouwer van de afsluitdijk even op de grond gelegd. Ja, op zijn borst. Op zijn borst, of... valt het daar een beetje op, of moet het... Nee, is goed. Ja, hier? Dat is humusrijk dekzand. Hier zijn de landbouwers erg blij mee natuurlijk. En hier zie je eigenlijk dekzand waar je niet blij mee moet zijn, want... Ja, het is gewoon duinzand eigenlijk. Ja, nou, die is wat fijner, hè. En daaronder... Zit keileem. Ja, keileem is knijterhard. Althans, als het droog is, is het knijterhard. Het is slijpstof van stenen. Dus al die... Hè, hier heb je gewoon een paar zwerfkeikjes. Ja. En als die tegen elkaar aangaan in het ijs, heb je slijpsel. En dat slijpsel is dan leem. Ja. En je ziet ook een heel klein stukje steen in. Ja, er zit een stukje steen in, ja. Dus dat is allemaal gemigreerd, hè. Dit zijn allochtone stenen, ja zo, hè. Zwerfkeien. Ja, prachtig, ja. Je ziet ook de kracht van ijs. Ja. Glaciale sedimentatie is natuurlijk... Die hebben die enorme keien mee uit de buurt van Stockholm naar hier toegebracht. Ja. Dat zijn enorme... Ja, dat is enorme energie, hè? Onvoorstelbaar. Moet je je voorstellen, die ijslagen waren pakweg zo'n 50 100 of 105 meter dik, hè? Dat was niet niks. Hoeveel? 150 meter dik, dikke laag ijs. Dus dat kan natuurlijk, ja, daar kan heel veel in mee, hè? Ja. Dat is echt onvoorstelbaar, ja. Kijk, ja. Dat nou weer? Ja, ja, goed. Maar hier heb je weer die afzettingen en je ziet weer het verschil. Oh, je ziet ze lopen van noord, van boven naar beneden, ja, alle kleuren. Alle kleuren, hè. En wat zei je nou over hoeveel jaar geleden dat allemaal was? Misschien 5000 jaar geleden. Huh? 5000 jaar dus geleden. Dit 6000 is een jaar tijdbalk. Geleden. Een tijdbalk. En maar het leuke is eigenlijk dat dit allemaal door de zee is neergelegd. En een paar meter verderop heb je iets wat veel ouder is. Hè? Dat is minimaal 15.000 jaar. Ja. Dus dit was de grens? Dat was de grens. Het ligt broederlijk naast elkaar. Hè? De tijd, ja. Ja, de tijd. Ja. Wat gebeurt in de tijd? Ja. Het is het leven, kan vreugde geven. Kom, wend de steven, zorg ik zijn. Wieringen was altijd het arme broertje van Texel. De meeste Wieringers verdienden de kost als visser. En ze vingen niet alleen haringen en ansjovis, maar deden daarnaast aan een unieke vorm van visserij. Ze visten wier, of beter gezegd zeegras. Ben van Rijswijk brengt ons naar de lage zuidkant van het eiland. Hier, dit is de Wierdijk. Dit is de Wierdijk, ja. Dus dit is de oude rand van Wieringen. Ja. Dit is de dijk. Een onvermijdelijke uitlegboord. Onvermijdelijke. We beginnen. Het heet Wierdijk. Dus iedereen denkt Wieringen, oh, dat is dus daar van afkomstig. Maar dat is niet zo, hè? Nee, men noemde het Wier. En waarom het ontstaan is dat men zeegras Wier genoemd heeft. Want het is zeegras, hè? Op zee... Of aan de kust, daar groeit wier, wat dan botanisch gezien zeewier is. Ja. En er groeit een plant, zeegras. Je hebt klein en groot zeegras, maar wat een heel andere soort plant is. Dat heeft niks met wier te maken, botanisch gezien. Ja. Maar dat noemde men hier ook wier. En men had geconstateerd, niet alleen hier hoor, maar ook in West-Friesland en op Texel, dat dat spul eigenlijk niet verging. Dus men stapelde het op en het vormde op die manier een veerkrachtige buffer tegen de golfslag. Ja. En vanaf die tijd dat ze dat door hadden, zijn ze het steeds verder gaan opstapelen. Wanneer is die tijd ongeveer? Zo rond 1500 ongeveer is het oudste gedeelte. Dus dat men eind 1400, begin 1500 ermee begonnen is hier om het op te stapelen. En dat stapelt ze op tot een wand van ongeveer 2 meter dik en 1 meter of 2,5-3 hoog uiteindelijk. Ja, nu wordt die wit. Dit is het oude zeegras wat je hier ziet zitten. Dus kom eens kijken. Het is al honderden jaren oud. Die zit helemaal diep. Ik kan er zo een stukje uitrukken natuurlijk. Zal ik een stukje Wieringer zeedijk, Wierdijk bedoel ik.
honderden jaren oude wier, waarmee de zee werd tegengehouden. Dit had ik natuurlijk nooit mogen doen. Ik ben een cultuurbarbaar. Ja. Ik zal het er weer terug in stoppen. Zo. De dijk hersteld. Wieringen bestond al eeuwen voordat Holland boven water kwam. En het mag dan wel in 1924 aan de overkant zijn vastgeklonken. Hollanders blijven buitenlanders. Wieringers wonen nog steeds op Wieringen, aan den oever, in Hippolytushoef. En ze worden begraven op Stroe. En ons kent ons. Lont, Kuut, Kooi, Rotgangs. Met hun eigen dialect. En hun eigen gevoel voor humor. Henk Cornelissen mag zich eigenlijk geen Wieringer noemen. Want hij woont hier pas 71 jaar. Hier aan de westpunt van het eiland waar hij ons mee naartoe neemt, staat Schrijks Pijlstok al jaren droog. Het ooit zo verraderlijke Amsteldiep is door mensenhand afgesloten en helemaal verzand. Dit is de afsluitdijk die in 1924 gesloten is. En die ervoor gezorgd heeft in feite dat Wieringen eiland af was. Afsluitdijk, die ligt aan de andere kant? Nee, maar dit is de korte afsluitdijk. Die is 2,5 kilometer lang. En die sluit aan op de kust van Noord-Holland. Het vasteland van Noord-Holland, de gemeente Annapolona. Dat ligt aan de overkant. En deze dijk... Die heette officieel de Amsteldiepdijk. Amsteldiepdijk, ja. Precies. Maar wij Wieringers hebben het altijd over de korte afsluitdijk. Precies, want die was er nog eerder dan de afsluitdijk. Die was in 1924. De lange afsluitdijk naar Friesland, die is voor 32. Ja, dus de bedoeling was om van hieruit door, dwars over het eiland, naar die lange afsluitdijk te gaan. Ja, ze hebben gewoon een lineaal genomen en een streep getrokken. En er zou een weg doorheen komen. Die is er ook en gekomen. Een spoorlijn. Een spoorlijn? Een spoorlijn ook nog. Hij is er nooit gekomen. Nee, nou gelukkig niet. Dit is een keileinbult hier zo. Zo hoog was het eiland? Zo hier, dit is het eiland. De torende hoog boven het water uit dus? Ja, de torende hoog boven het water uit. En dat water is het oude Amsteldiep. Dat heet nu het Amstelmeer. Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel dat het zo hoog was het eiland. Ja, ja. Dus als je aankwam varen, dan keek je echt tegen die bult op. Ja, keek tegen die bult op. Ja, klopt. Precies. Ja. En daar hebben ze dus die gleuf gelegd voor de spoorbaan. En hebben ze eventjes voor nu, voor 100 meter of zo... Een paar honderd meter is nu benut. Maar het is dus gewoon een keileemgroeven. Een keileemgroeven. Een lange keileemgroeven. Om dus weer keileem te hebben voor de afsluitdijk. Want het keileem moest in de dijk verwerkt worden. Oh, right. Ja, dus... Ja, dit was wel handig natuurlijk. Het was handig, want je had er niet veel voor te baggeren. Het lag hier zo voorhanden. Je had meteen een mooi vlak tracé, oordeelde men. En nou ja, daar ligt hij dan als een wond in het landschap. Ik noem het een wond. Ja, dat is het wel. Holland, met je koetjes en je weiden. Ik mag jou zo gaan rijden. Onze reis is er een in ruimte en in tijd. Vandaag verlaten we de oeroude keileembulten van Wieringen en belanden we zonder overgang in het landschap van de 20e eeuw. In de platte en rechtlijnige Wieringenmeerpolder. Maar dat wordt niet meer dan een opmaat. Want in de verte lonkt Medemblik en daar wachten ons de middeleeuwen. Come on up.